moeilijke situatie. Unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine. Komende donderdag verzamelen ze zich weer in het MEC. De kunstkenners of degenen die daarvoor door wensen te gaan. Tijdens de openingsparty van The European Fine Art Fair. Het is natuurlijk zo dat het zeer de moeite waard is om daar naar de kunst te gaan kijken. En ook vooral naar de mensen te gaan kijken die zich daar verzamelen. Want daar komen de meesten voor namelijk. Als je kunst wilt kijken, kun je dat eigenlijk het hele jaar doen. Onder andere in de vele musea's hier in Limburg, maar ook hier in de Pyramide. Het verschil met het museum is dat je hier kunst kunt kopen, net zoals op het MEC. En zelfs dezelfde artiesten kunt aantreffen die in het MEC hangen. We gaan dus praten met de mannen die dit hebben opgezet. Goh. Leuk jou gast even te mogen zijn in deze prachtige piramide. Want jullie zijn de eigenaar van deze piramide, hè? Dat klopt, ja. En wat was dit eerst? Ik dacht 92 ongeveer was het een verzamelpunt voor de Heuvelland. En het een aantal gemeentes had het opgezet. Een Limburgs museum had dat moeten zijn, hè? Maar eigenlijk wel, maar dat liep toen niet zo goed. En in 2000 is toen kunsthandel ingekomen. Want jullie hebben dit met een aantal mensen en dat zijn bekende, gerenommeerde kunsthandelaar, althans zeker voor Wim de Boer. Ja. Want die ken ik natuurlijk uit het MEC waar hij zijn eigen alternatieve toko's toko heeft voor 10 jaar vast. En dat scheelt enorm in de kosten, heb ik begrepen uit de kranten van vorig jaar. Dat klopt toch? Het is een kwestie van rekenen. Het is een kwestie van rekenen. Want wat op de teef afhangt, en dat is eigenlijk de kern van het verhaal wat ik ook net gezegd heb, daar hebben jullie ook heel veel van hier. En de namen zijn dezelfde. De namen zijn dezelfde. Schelde schilders, dezelfde namen. Toen we het overnamen, was Rococo hier gevestigd. Ja. En nog steeds, want dat is een van de galerieën dus. En die had met name de Romantische School, de Haagse School, de Larense School. En dat element, daar zijn we ook mee gestart. Het schilderij wat hier meteen bij de ingang hangt, is weer van meer modern klassiek. Maar dat is even een prikkel om te laten zien dat er nu wat meer hangt dan alleen maar romantiek Haagse School. Ik zie dat je niet alleen kunst hebt hangen, maar dat je hem ook maakt. Nee, dat is een restauratrice, hè? Ja, ik ken haar wel. Joanna, dat is een hele beroemde restauratrice. Dat is een hele goede restauratrice. En, die maakt onze schilderijen schoon. En zij zit hier omdat je altijd je eigen noorderlicht kunt creëren hier, met dat daglicht. Ja, het is ideaal. Het licht valt altijd prachtig. En om te voorkomen dat het ook echt op de schilderijen valt, hebben we wat blinderingen aangebracht hier en daar. Maar het is natuurlijk fantastisch licht. En we hebben op dit moment vallend veel mensen die hier komen kijken. En die zeggen, goh, ik wist niet dat je het zo mooi schoon kon maken. En heel veel opdrachten worden hier binnengebracht ook. Ja. Otto Edelman was met name al ruim 20 jaar is hier de koninklijke schilder geweest. En hier zie je in de... Dat is Emma, hè, denk ik. Dat Emma. Ja. En meest waarschijnlijk is dat Wilhelmina. En soms heb je gewoon geluk dat je er tegenaan loopt. Dat we lopen nog eens even verder, want er is hier zoveel etages te zien. Je hebt hier nog iets moois? Ja, dit is een top zomerstuk van Andreas Grafhagen. Echt een top kwaliteit. Die kom je weinig dieren tegen. Het is ook een hele kunst om dit in je bezit te krijgen. Ja, want je hebt er daar nog eentje aan. Ik heb er daar nog eentje aan, dat is een winter, dat is een tegenhanger. Oh, dit is een zomerstuk en een winterstuk. Dat is inderdaad heel speciaal, begrijp ik. Romantisch ijsgezicht met schaatsers en schepen. Allebei van een zeer, zeer hoge kwaliteit. Ik vind die ambiance fantastisch. Nou, dit is wel leuk, want als je hier kom je terecht. Daar zie je Breitner. Je ziet hier een aantal schilderijen van de Haagse school. Arensenius, Frederik du Châtel en met name daar ook een Maris. Breitner hangt daar en Breitner is een van de impressionisten die we gekend hebben in Nederland. En als we dan deze kant oplopen, dan komen we bij Isaac Israels. Dat is eigenlijk de beroemdste impressionist die we gehad hebben. Dit is een schilderij van Isaac Israels in het dierenpark de Wassenaar. Ja. En dat is de bekende man die altijd de eendje in de zanen voert, de voerder. Ja.
U hebt niet alleen schilderijen, maar ik zie hier het gouden kalf staan. Mag ik hem optellen of niet? Gaat dat? Zeker. Een souvenirtje van Rijk de Gooier? Ja, dat lijkt wel zo. Hè? Want die heeft hem uit de taxi gegooid, volgens mij. Ik heb hem van iemand gekocht en die heeft hem langs de weg bij Utrecht gevonden. Dus het zou makkelijk zijn. Maar dit is dus van Roland Makaay, zoals al die beelden hier. Ja, alle dat beelden zijn van Theo Makaay die hier staan. Ja, heel mooi. We gaan terug naar de schilderij. Aan deze kant hangen dan de Franse jongens. Ja, de Franse jongens, de grote namen. Die bijvoorbeeld de schilderij van Auguste Herbin, een stationnetje uit 1906. Ja. En hier de Waterloo-Bridge van Raoul Duffy. En dan komen we bij Thorn Prikker, dat is dan een Hollander, maar een zeer zeldzaam stuk. Dit waren dus, als ik het goed begrijp, Fransen, maar daar zitten erg veel Hollandse namen bij. Waren dat Hollanders? Dat waren Hollanders. Er zijn ook heel veel goede Hollandse schilders. Die hebben in Frankrijk heel veel geschilderd, gelijk met de grote jongens allemaal. Oké. Okay. Ja. En hier zie je een Cassignol. Ja, Cassignol. Dat is nog een levende schilder. Hij is momenteel 74 jaar. Okay. In de trant van Van Dongen. Het is geen Van Dongen. Het lijkt er ook niet echt op, maar wel in de trant van. En hier hebben wij onze hoop op gevestigd. Hier hebben we behoorlijk veel werk van weten te bemachtigen. Okay. En dat gaat, als de man heen gaat, ja, dan worden dit de topprijzen die achter Van Dongen aanvliegen. Maar Van Dongen, hier heb je er een. Dit is een echte Van Dongen, ja. Dit is mevrouw Bernheim, die heeft hij geschilderd. Dat is Bernheim. Dat is van het grote Bernheim, ja. Bernheim Schön uit Parijs vandaan. Die heeft, is de vrouw van Bernheim. Dat was dus mevrouw Bernheim, een hele beroemde Van Dongen. Je hebt nog een aantal dingen van Van Dongen, waarvan daar een hele beroemde, geloof ik. Ja, hier hangen drie mooie werken van Duffy. Oh ja, inderdaad. En dan hier? Ja, dit is het pronkstuk van ons. Van het jaarverzoek. Elk jaar zoeken we een topper uit die we zeggen van kijk, dat is het stuk voor de beurs. En dat is deze Van Dongen. Ja, ik krijg het de bek niet uit, maar het staat er echt. Monique, ja. Au chapeau. Ja. Maar ja, ze heeft wel niveau, dus dat scheelt. Eigenlijk. Ja, zo is dat. De kunst van beleggen. Is beleggen in kunst. De kunst van beleggen is beleggen in kunst. Dat zijn wijze woorden. Maar je moet wel wat te beleggen hebben. Dat is natuurlijk wel zo. Ik zou toch eens even komen kijken in de piramide in Gulpen, want het is zeer de moeite waard. Bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Niveau TV Magazine. En Wim is alweer weg. In ieder geval ook voor hem veel succes op de TV-af. Unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine.